woord tot u spreken, waarna hij de tribune officieel zal openen door middel van het onthullen van een gedenksteen. Daarna begeven wij ons naar de rechterzijde van de tribune, waarna u in de gelegenheid wordt gesteld om aan de achterzijde van de tribune deze te betreden en de zaak te kunnen bekijken. Voordien kunt u bij de tafel langslopen om een toast samen met de onthulling van onze voorzitter te kunnen brengen. En deze toast, dat zal een glas champagne worden in de niet alledaagse kleuren blauw. Maar we hebben gemeend, nu we weer een geweldige sponsor hebben, Prusse Electro te Almelo, om een klein beetje in de bedrijfskleuren te blijven. Namen helder blauw. Nadat u de tribune hebt kunnen bezichtigen, is het moment daar gekomen dat wij om 8 uur gezamenlijk naar ons clubcafé De Sparren zullen gaan om daar een geweldige feestavond te gaan. We zijn in B1 voor het 16-jarige UV en tevens opening van de nieuwe tribune. Ik geef u daarom hartelijk welkom allemaal. In bijzonder onze eerste voorzitter, meneer Brussel, mevrouw Gerda. Onze eerleden die hier aanwezig zijn. Onze hoofdfondsorganisatie en onze spontane hoofdfondsorganisatie. Genodigden van Nederland, die ons aanwezig zijn. Afgevaardigden van Heineken. Afgevaardigden van de gemeente. Een heel bijzonder welkom ook voor onze bovenroep. Want die heeft het gemaakt. Onder leiding van de bovencommissie. Martin Grobben, Eve Hesseling en Marine Zalduwering. En dan ook nog onze privé-architect van FPV, Gerard Groen. 60 jaar FPV, dat is een hele tijd. Een hele tijd waarin plezierige en minder prettige dingen met elkaar werden verenigd. Een paar hoogtepunten zullen er deze 60 jaar. De zelfwerkzaamheden bij FPV staan ons heel hoog in het vaandel. Denk u nog eens maar even terug naar de bouw van onze jeugdboom. En nu dan alweer dat prachtige pronkstuk in de nieuwe tribune. Bij goed gebruik gaat hij zeker 100 jaar mee. In de technische zaken draait MVV ook een woordje mee. Na vele jaren in de TVP spelen we nu ook alweer vele jaren in de grote KNVB. Wat de jeugd betreft zou ik hem drinken. Daar waar Frans de Broeker de zaak zal onthullen. Dames en heren, hoe komt u bij de tafel? U kunt daar een drankje mee nemen. Ja, dat is wel.
Ja, ik zal die mail nog aan die sturen dan maar ook wel heel kort aan. Het is wel heel kort aan. Proost op een nieuwe tribune. Ja, ik zit hier ook alleen meneer. Prima, dank u. Ja, jij ook. Thank you.
Ja, ja. 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 Ja, ja.